Ik ben dat verplicht tegenover alle vrouwen. Goed, we gaan het hebben over Monique van der Vorst. Paralympier was ze. Heeft verschillende medailles gewonnen in een rolstoel. En er is morgenavond een documentaire over haar, omdat zij, ja, als een wonder zeggen we dan bijna, weer bleek te kunnen lopen. Laten we even kijken naar dat wonder. Monique van der Vorst is in supervorm. Dat bleek gisteren toen ze zilver won. Vertel het. Ja, het hele verhaal. Nou nee, je won hoofdlijnen. Je won de baarlijke genezing. Dat je gewoon op een gegeven moment gewoon zo staat en omkijkt. En gewoon denkt, wauw. A lot of people say it's a miracle. Yes. What do you say? I say you can call it whatever you want. I don't care. Mark de Hond, jij bent programmamaker. Jij kent deze dame ook. Ja. En daarnaast ben je ook nog speler in het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Hoe kijk jij naar haar? Nou ja, ik ken haar een beetje. Net als we komen allebei uit Amstelveen. Toevallig dus ook allebei op Papendal om daar te trainen. En ook uiteindelijk is zij weer gaan lopen in het revalidatiecentrum waar ik destijds heb geprobeerd te gaan lopen en waar ik nog steeds elke week kom. Dus ik zag haar op een gegeven moment weer lopend naast mijn auto staan. Ja, en vond je dat dan onlogisch of dacht je, ja, nou ja, dingen gebeuren? Nou, dat iemand die 13 jaar rolstoelafhankelijk zou zijn geweest weer gaat lopen. Nou ja, dat is wel bijzonder, maar dat iemand zo gigantisch goed gaat lopen, dat is zeker. Had je in Papendal van andere Olympische sporters en Paralympiërs ook wantrouwen genoteerd als het ging om Monique? Nou, ja, zeker toen ze steeds meer in het nieuws kwam en zeker toen ze weer ging lopen. Dat, ja, hoor je wel eens in de wandelgangen. Ik hoorde wel eens dat de ongelukken die ze zou hebben gehad misschien iets minder ernstig zouden zijn geweest dan dat ze zelf deed voorkomen. Maar ja. Want het was door een aaneenschakeling van ongelukken waardoor het eigenlijk leek alsof ze door een klapper weer iets recht was komen zitten wat eerst scheef zat, waardoor ze opeens weer kon lopen. Althans, dat was het verhaal, zodat ze dat ook bij ons aan tafel vertelde. Ja, het verhaal was toen ze 13 was, heeft ze dystrofie gekregen. Daardoor kon ze haar benen niet goed gebruiken en daardoor kwam ze op jonge leeftijd dus in een rolstoel terecht. Vervolgens heeft ze 11 jaar later, ze is toen haar hele leven op het handbiken gaan richten. En toen heeft ze een ongeluk gekregen in Amerika in 2008, vlak voor de Paralympische Spelen. En toen heeft ze daar een dwarslesie overheen gekregen. Een gedeelte, of noem je dat? Ze noemde het een gedeeltelijke dwarslesie, inderdaad. Vervolgens, 2 jaar later, was ze aan het handbiken en is ze door een Duitser die tegen de aan heeft gereden, heeft ze nog een ongeluk gekregen en toen was opeens alles weer goed. En toen ontstond het wonder dat ze weer iets voelde in haar benen en dat begon te prikkelen en dat heeft geleid tot de verhalen zoals we die kennen, dat ze weer kon gaan lopen. Later is ze ook, daar gaan we weer even een stukje van de documentaire van zien, met enige blijheid dus gaan revalideren. Het is ook nog steeds wel heel raar om benen te hebben en om spieren te hebben en om mijn spieren zelf aan te kunnen spannen. Dat is nog wel heel raar en dat heeft ook nog wel veel training nodig, wil ik gewoon helemaal sterk worden. Okay. Hoe is dit? Gewicht? Ja, het is wel leuk. Ja? Oké, komt ie. Heel goed. Dus we hebben het gewicht. Oké. Okay. Ja, doe maar iets harder nog. Kom, hij gaat nog harder. De journalistiek heeft haar verhaal misschien wel iets te gretig omarmd. Dat is trouwens ook mijn visio. Oh ja? Ik vond inderdaad wel. Er kwam toen in Nieuwsuur kwam het filmpje waarin zij inderdaad opstond uit haar rolstoel en inderdaad heel goed kon lopen.
En er stond in de Telegraaf een aantal pagina's over het wonder van Monique, ik loop weer. En vervolgens is dat eigenlijk het niveau gebleven waarop het verhaal bleef steken. Zij is eigenlijk met dat verhaal is zij langs jullie geweest, langs Knevel van der Brink, eigenlijk langs iedereen. Ja. En ook de hele wereld over. Dus dat zie je ook in de documentaire, zie je over dat ze echt over de hele wereld wereldnieuws is geweest. En uiteindelijk ook naar Rome gaat om daar 4 kilometer van een marathon mee te doen. En daar inderdaad als een soort held onthaald wordt. Was je jaloers? Nou, nee. Nou goed, als je zou zeggen van nou, zou ik graag willen dat er iemand tegen me aanfietst en alles het opeens weer doet. Ja. Graag. Alleen, nee, ik weet voor mezelf dat ik er alles aan heb gedaan om, om weer te gaan lopen. En ik weet hoe moeilijk dat voor mij was. En dat, er zat gewoon niet meer in dan, dan een paar stapjes. Waren er niet mensen die tegen jou zeiden, er is voor jou ook hoop? Want ja, Nick van der Vorst kan het. Ja, dus dat is wel vervelend. Op het moment dat er zo in het nieuws komt dat, dat iemand die een dwarslesie had of zegt te hebben weer is gaan lopen. Dan krijg je dus inderdaad op verjaardagen dat er, of bij de kapper, dat er dan altijd wel weer iemand zegt van oh ja, ja toch, het is toch wel mogelijk, dus misschien kan het voor jou ook wel. Nou, dan weet ik gelukkig voor mezelf, ik heb er al alles aan gedaan, dus dit is voor mij niet weggelegd. Maar ik kan me best voorstellen dat dat... Ja, dat er heel veel mensen in een rolstoel toch dit te horen hebben gekregen. We volgen weer even de documentaire. Dan komt er op een bepaald moment een scherpe journalist, en oud sporter ook, van, die voor de pers werkt. En die gaat eigenlijk met haar de confrontatie aan. Hè? Die zegt van ja, ik weet niet of het allemaal wel zo klopt. Laten we even kijken. Wil jij vertelt daar, ja, ik heb 13 jaar in een rolstoel gezeten en ik kan niet meer lopen. Ja, er is heel veel gebeurd in die afgelopen 2 jaar eigenlijk, tot ik ben gaan lopen. Mm-hmm. En dat is een hele moeilijke tijd geweest. En daar kon ik gewoon nog niet over praten. Ik zie jou overal zeggen, ik heb 13 jaar in een rolstoel gezeten en nu kan ik weer lopen. Het is een proces waar ik doorheen ga. En dat wordt nu duidelijk. En ik ben bereid openheid te geven. En ik wil ook openheid geven, omdat ik weet dat ik nooit gelogen heb. Thijs Sonneveld, die dit interview maakte, die heeft, zegt hij, allemaal anonieme tips gekregen. Ook van jou? Of? Nee, niet van mij. Maar hij heeft wel... eindelijk was er iemand die, die er wat dieper op inging en ook wat kritische vragen stelde. En ook gewapend met... Hij had 2 maanden daarvoor een artikel over haar geschreven. En vervolgens kreeg hij allemaal mailtjes binnen van mensen die zeggen... Ja, het klopt gewoon niet helemaal. Want in de periode dat zij zegt een dwarslesie gehad te hebben, heb ik haar gewoon zien lopen. Zij heeft haar auto achterin, zij heeft haar rolstoel achterin de auto gedaan, is langs de auto gelopen en voor in de auto gaan zitten. Of ik heb haar wel eens over een hekje zien klimmen. Ja. Nou ja, dat soort concrete dingen. Dat, ja, nou goed, hij legt het haar voor en dan moet ze inderdaad ook wel eerlijk antwoord geven. Ja. Melinda Kassens is hier ook. Zij is degene die deze documentaire heeft gemaakt. Melinda, kun jij uitleggen aan ons, zonder dat het heel medisch wordt, wat haar nou eigenlijk mankeerde? Nou, het is, haar arts komt ook voor het eerst aan het woord. Die legt het uit dat wat zij heeft een conversiestoornis genoemd wordt. Dat is een verzamelnaam eigenlijk voor een handicap die niet veroorzaakt door een lichamelijk letsel, maar door een psychisch probleem. En dat is wat haar is overkomen. En waardoor zij dus wel degelijk verlamd was. Dus eigenlijk, je moet het zo zien, je hersenen werpen een blokkade op, waardoor er geen contact is met, in haar geval, door benen. Dat kan ook zijn, er zijn ook mensen die niet kunnen spreken. Mm-hmm. En de arts waar ik mee sprak gaf ook het voorbeeld. Dat is haar behandelend arts. Die zei, ja, je kan iemand met een conversiestoornis in een brandend huis stoppen. En die zal verbranden. Die is ervan overtuigd dat hij niet kan lopen. Iemand die faked in een brandend huis zal ook verbranden. Ja. Of zal eruit rennen. Ja. En dat, dus het is een absolute overtuiging, ook geen aansturing mogelijk. Juist. Nu heb jij deze documentaire gemaakt. Er werd net al door Mark het programma Nieuwsuur genoemd. Dat was ook van jou. Jij hebt haar helemaal gevolgd vanuit de veronderstelling dat je een wonder aan het draaien was eigenlijk. Een wonder aan het maken was.
Dat was ik niet, dat ik een wonder aan het draaien was. Het was mij wel meteen duidelijk dat er... Want dat was mijn uitgangspunt ook niet. Hè? Mijn uitgangspunt was, ik heb een bijzonder verhaal. Ik ontmoet een bijzondere vrouw die 13 jaar in een rolstoel heeft gezeten... wiens leven een enorme wending heeft doorgemaakt... en die nu eigenlijk op zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Toen ik voor het eerst bij haar thuis kwam, je moet je voorstellen... dat huis leefde in de topsporttijd. Mm-hmm. Overal stonden... handbikes, als je een kast opentrok, zat vol met wielen. En zij leefde ook nog helemaal met die wereld. En daar zat een meisje tussen die eigenlijk niet wist... wat gaat er nu met mij gebeuren? Wat ga ik doen en wie ben ik eigenlijk? En vanuit daar zijn we vanuit gestart. En ik vind eigenlijk ook het verhaal rondom haar veel te complex... om het terug te brengen van ja, is het nou een leugen of is het geen leugen? Nou ja, je hebt uitgelegd dat het geen leugen is, maar dat het een ziekte is. Ja. Maar jij draaide het en toen was dat allemaal nog niet duidelijk. En uiteindelijk werd dat wel duidelijk. Ze kon gaan lopen. Ze is zelfs lid geworden van de Rabo fietsploeg met Marianne Vos. En we hebben haar toen ook hier aan tafel gehad. En dachten we, wat een fantastisch verhaal. Heeft ze nog geprobeerd dit allemaal terug te draaien? Nee. Dat heeft ze niet. Het is voor haar moeilijk, het is confronterend. Ze zit in die fase dat ze zelf aan het uitvinden is. Hè. Wat is nou eigenlijk precies de toedracht van wat mij is overkomen? Maar dat heeft ze niet geprobeerd. Mark, geloof jij er? Nou, ik geloof dat zij hier echt zelf ook van overtuigd was. Dat dit zo was. Dit doe je niet voor de lol. En wat ik heel vervelend vind, of wat naar is... is het lijkt een beetje alsof de schuld van het mediacircus rondom haar... dat echt alleen maar bij haar... op de voorkant van de Telegraaf stond dat ze het wonder verzonnen had. En nu stond weer op de voorpagina van de Telegraaf... dat ze de boel had bedrogen. Ja. Nou ja, dat... Dus ja, het wonder was bedacht. Ja, onder andere ook door de Telegraaf. Omdat zij er een wonder van hebben gemaakt. En vervolgens liep iedereen daarmee weg. En ik hoop dat deze documentaire, waarin het genuanceerdere beeld wordt getoond, dat ook weer een beetje haar stap terug in de maatschappij is. Want volgens mij is het een tijd niet zo goed met haar gegaan. En zij is niet iemand die gelogen heeft om aan de Paralympics mee te doen. Dat is een beetje het beeld wat overblijft. Over het wonder dat geen wonder was. En met als titel Ik heb nooit gelogen. Een documentaire van Melinde Kassens dus morgen. Nederland 2, denk ik. 1, 10. Na Maarten van Rossum. Na Maarten van Rossum. Ja. En je kunt zo doorlopen. Ja. Nou, ja. Kijk eens, dames en heren. Wat doen wij toch weer? Ben ik nog met de rekenkamer op Nederland 3. Juist. Heb jij geen programma morgen? Ja. Nee, ik ben het krant. Half elf. 1. Lijn 1. U begrijpt het. Dit is de zelffeliciteerde gemeente van de publieke omroep. Wij danken u voor het kijken. Wij zijn er morgen en dan praten we met een man die een boek heeft gemaakt met de titel Mieters. En over welke jaren hebben we het dan? Jaren 50. Zo is het precies. Wim Daniëls is morgen te gast met heerlijke taalvondsten uit die tijd. Tot dan. Merci Marie. Dankjewel Mark.